Ik vind het bijzonder belangrijk dat je een stem laat horen op het moment dat het relevant is en dat je anderen daarmee kunt helpen. De media heeft nogal de neiging om altijd dezelfde mensen aan het woord te laten en uit te nodigen. Ik denk dat er nog veel meer mensen zijn met heel interessante standpunten die aan bod moeten komen, waar we allemaal moeten naar luisteren. Dus ik vind zulke initiatieven geweldig. Ik vind social media een prachtig instrument om de dag van vandaag heel veel mensen aan het woord te laten die er in mijn ogen een heel interessante mening op nahouden en op heel snel met die meningen kennis te maken. Dus ik vind de kracht van social media fantastisch. Ik ben heel blij dat ik dat allemaal mag meemaken. Ik ben daar heel graag mee bezig. Ik ben ondernemer geworden in 1996, dankzij het feit dat ik ontslagen werd en nooit nog voor een baas wou werken. En dat heeft eigenlijk geleid tot de oprichting van 3 bedrijven. Dus ben ik heel dankbaar dat ik ooit ontslagen ben geweest. In het eerste bedrijf heb ik opgestart, Executive Research, en heb ik verkocht in 2008 aan Acerta. Het tweede bedrijf is een spin-off, een online recruteringssoftware, CV Warehouse, waar ik vandaag heel erg mee bezig ben, opgefocust ben. En een derde bedrijf is eigenlijk ontstaan vanuit een marketingactie die we met CV Warehouse gedaan hebben en heet Your Next Move, waarbij dat ik schaken probeer te brengen naar alle lagere scholen, samen met Gary Kasparov. Als ondernemer vind ik het een geweldig voorrecht om enkel met uw eigen zaak bezig te zijn en u te omringen door andere ondernemers, door hele goede mensen die met u meewerken. Het zijn eigenlijk die mensen die mij omringen, die mij de energie geven, de adrenaline, om constant verder te doen. Dus ik vind het eigenlijk heel fijn om op die manier te mogen werken. Als je iets absoluut wil bereiken, de enige weg ernaartoe is onderweg heel hard aan de weg timmeren. Als vrouwelijke ondernemer, waar ik heel vaak op aangesproken word en wat ik absoluut zo niet aanvoel. Ik zeg altijd, als ze mij ooit een korting geven omdat ik als vrouw onderneem dat ik 10% op mijn facturen krijg, dan vind ik dat geweldig, maar dat krijg ik niet, dus ik voel me gewoon ondernemer. Maar ik wil eigenlijk wel meegeven aan iedereen, vooral ook aan de vrouwen, dat als je hard werkt, er heel veel voldoening in het leven is. Als je heel veel voldoening krijgt en je heel gelukkig bent, dat je misschien kwantiteit niet altijd onder controle hebt en niet altijd kan doen wanneer wat je wil met je kinderen, maar dat de kwaliteit enorm hoog is en dat een enorm geschenk is dat je kan geven aan je omgeving. Ik zou eigenlijk willen meegeven aan de mensen dat we leven in een maatschappij waar iedereen moet werken. Zorg dat je iets vindt wat je heel graag doet, want dan is werken heel plezant. Dan kan je een heel grote bijdrage leveren door te doen wat je graag doet. En zorg dat je onderweg enorm veel plezier haalt uit wat je doet.